Friesland Campina wil de eigen ledenfinanciering grondig veranderen om zo onder meer een sterker eigen vermogen te kunnen opbouwen. Wat we gaan veranderen is dat er een koppeling komt van melk en kapitaal. Nu was dat niet zo. Dus dat betekent dat we willen toewerken dat iedereen in ieder geval een minimum hoeveelheid financiering gekoppeld aan melk heeft. Ieder lid moet straks om voor het leveren van melk een gelijke hoeveelheid leveringscertificaten kopen bij Friesland Campina. Om die te kopen kunnen ze de huidige ledenobligaties vast en vrij en ook eventuele ledencertificaten gebruiken, maar ook eventuele contanten om die leveringscertificaten te kunnen betalen. De hoeveelheid leveringscertificaten die een bedrijf nodig heeft is afgestemd op het bedrijf. Hoe mensen dat in hun eigen situatie verdelen, bijvoorbeeld naar de ouders of naar de kinderen, is hun eigen keuze. Het is wel verstandig, zo zou mijn advies ook zijn, dat opvolgers wel lid worden van de coöperatie. Niet alleen om daarmee kapitaal op te bouwen, maar ook om daarmee in feite het rendement, de opbrengsten die daarmee gepaard zijn, ook op hun naam te kunnen schrijven. Omdat ze ook in de toekomst natuurlijk bij de overname van het bedrijf ook daarmee geconfronteerd kunnen worden. We zien dat leveringscertificaten een ander karakter hebben als ledenobligaties en door financiële instellingen ook als meer eigen vermogen worden gewaardeerd. En dat versterkt dus de eigen vermogenspositie van Friesland Campina. In de maand april zullen de voorstellen tijdens de online ledenbijeenkomsten worden voorgelegd. Frans Keurentjes verwacht dan de nodige vragen te krijgen over de leveringscertificaten en de status van de ledenobligaties. Daarnaast zijn er ook heel veel vragen. Wat voor rendement kunnen we verwachten bij Friesland Campina? Wat zal er naar de toekomst toe de prestatie van de onderneming zijn? En dan is natuurlijk het resultaat, de jaarresultaat van 2020, was natuurlijk teleurstellend en gaf extra discussie. Hoe staat Friesland Campina ervoor? Ook daarover hebben we de afgelopen maanden, maar ook in de komende ledenronde, gaan we daar uitvoerig op in om aan te geven dat Friesland Campina een sterk bedrijf is, maar dat het natuurlijk altijd omstandigheden, maar ook uitdagingen zijn waar ook Friesland Campina mee te maken heeft. Maar waar leden op gerust en vertrouwen kunnen hebben dat Friesland Campina ook voor de toekomst toe een sterk bedrijf is en vooral ook blijft.